Gaan we naar buiten. Bij de vogeltjes fluiten. Want ik heb ze al gezien vanochtend, de vogeltjes. Nou, lopen maar. En de zon die schijnt weer. Hey, hallo. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van het Schoten Avontuur. Hier in Hongarije. Het is donderdag 10 oktober. En we zijn weer buiten. De zon schijnt weer, dus we zijn weer lekker buiten. De hondjes zijn even lekker hun behoefte aan het doen. En Patrick gaat vandaag volgens mij verder met kleien met de krimpvrije mortel. Op de plekken waar het nodig is. En ik ga de moestuin in, want de moestuin mag leeg worden gehaald. De paprikaplanten mogen eruit, de tomatenplanten mogen eruit. Ik moet nog wat pompoenen oogsten. En ja, dan kan ik als ik van de week daar het gras heb gemaaid, het gras op de bedden gooien. En dan is meerdere vakken dan winter klaar in de moestuin. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dus we gaan zien hoe ver we gaan komen vandaag. En we wensen jullie heel veel kijkplezier met deze nieuwe vlog. Ben jij alweer klaar? Ben jij alweer klaar? Ben jij alweer klaar? Ja. Oh. En jij ook alweer? Oh. Ik denk dat jullie eerst honger in de buik hebben. Ja. Ik denk dat jullie honger in de buik hebben. Ja. Zullen we eens kijken of er wat is voor jullie in de ton. Het bed waar de tomaten in hebben gestaan dit jaar, dat is leeg. Volgend jaar komen de tomaten in dit vak te staan. We doen een wisselteelt namelijk. Dus ik ga zo meteen beginnen aan de paprikaplanten eruit te halen. Ik heb er nog overwogen om een paar planten te laten overwinteren. Want een paprikaplant is meerderjarig. Maar ik dacht nee, vorig jaar heb ik het ook gewoon, afgelopen jaar ook het ook weer, gewoon opnieuw voorgezaaid. En opnieuw planten gekweekt. Dus dat ga ik dit jaar ook gewoon weer doen. Want ik heb gewoon geen kas nog. En dan kom ik ruimte tekort. En dan kan ik het allemaal wel in huis gaan doen. Maar dan is het huis bomvol met planten. En dus misschien volgend jaar als we de kas hebben staan. We hopen dit najaar, begin voorjaar een kas te kunnen bouwen. Dat we dan volgend jaar de volwassen paprika planten een paar kan laten overwinteren voor het nieuwe jaar. Kijken hoe het dan gaat, zeg maar. Want ik heb het overal wel gelezen dat je een paprika plant meerdere jaren kan gebruiken. Maar mijn eigen ondervinding heb ik er nog niet aan. Dus ik wil zelf zien wat er dan gebeurt. Dus, maar nu eerst ga ik de kruiwagen leggen in de compost. Die is gewoon daar. Dus gewoon een pallet bakken. Pallets bij elkaar en er is een vierkant van gemaakt. En dat is een compostbak. Want die gaat ook binnenkort nog een keer verhuizen. Als wij hier rondomheen het hekwerk hebben staan. Dan komt daar aan het begin een grote wateropslag voor al het regenwater van de schuur. En van een gedeelte van het huis. Dat komt daar beneden. Als Patrick helemaal klaar is met grondwerkzaamheden. En dan komt er een hek rondom de moestuin en dan komt daar ook de compostbak. Zodat je niet hele ende hoeft te lopen voor de compostbak. Dat er gewoon de compostbak direct naast de moestuin staat. Maar ik ga nu eerst verder het legen, zodat ik verder kan met de paprikabak. En dan ga ik tussendoor ook even kijken hoe Patrick goed bij hem gaat. Staat de kraan weer binnen? Wat ben je aan het doen? Massaschakelaar ertussen zetten. Ja, en dan komt dat je nou nog een stuk stevig draad over hebt. Dik draad. Wat we verkocht hadden in Nederland. Dat is speciaal verkocht, hè? Ja. Dus meneertje is weer lekker aan het hobbyen, zullen wij altijd maar zeggen, hè? Hobby, hobby, hobbyen. Zo noemen wij dat. Lekker bezig zijn. Hey Easy Peace. Hey Easy. Dat is Bakkes. Die weer aan het zonnen zeker. Maar dacht jij, ik ga lekker de baas in de gaten houden hier in de schuur. Ja. Nou. De krimpvrije mortel waar Patrick gisteren mee heeft gewerkt is al mooi aan het opdrogen. De
Er zijn alle gaten weer opgevuld. Hier ook. En daar ook. Dus. Hé, hey, ik riep jou net. Waar was jij? Aan het zonnen. Was je weer aan het genieten van de Hongaarse zon, dametje? Ja. Yeah. Nou, mooie timing. Patrick is klaar met de kraan. De handje te wassen. En dan is het koffietijd, kinders. Dat is lang geleden, hè? Dat is lang geleden. Zal het vrouwtje zoeken in de zak? Ja, ik heb wat voor jullie. Zitten. Zoek hem. Zitten. Goed zo. Alsjeblieft. Koffie, koffie, koffietijd. Nou, ze beginnen weer te komen hoor, de Waanse. Zijn ze weer. En hierna komen weer de lieveersbeestjes. Dat was vorig jaar ook. Eerst hun naartoe. En daarna lieveersbeestjes met duizenden. Nou, dit valt nog mee. Het zijn er nog niet zo heel veel. Maar het worden er alleen maar meer straks. Voor nu nog even de laatste tomatenplanten eruit halen. Kijken of ik nog een paar tomaten vind die goed zijn. Dan ga ik die mee naar binnen nemen. En anders gaan ze allemaal op de compostbak. En het zijn er nog maar 6, 7. Dus en de rest laat ik dan nog even lekker staan. En misschien dan ga ik daar nog één grote pompoen. Die is wel helemaal klaar. Misschien van het weekend oogsten. Dan kan ik er lekkere soep van maken. Stiltje is nog niet helemaal ingedroogd. Het is niet helemaal, die is nog groen. Maar het is een mooie joekel. Kunnen we er lekker soep van maken, denk ik. Ja. Maar eerst is het tijd om de laatste tomaten eruit te halen. En dan is het voor nu, voor deze ochtend, eventjes weer gedaan in de moestuin. Heb je de grote wisseltruc gedaan, meneer? Kijk, de blauwe regenton heeft plaatsgemaakt voor de bruine regenton. Maar dat is, moeten we zeggen, dat is... De vreemdganger, die gaat elke keer op een ander plekje. Zolang elke keer Patrick ton voor ton gaat doen, gaat bruin maken. Dan als deze bijvoorbeeld bruin wordt gemaakt, dan komt die ton hier te staan. En die ton, die komt van die hoek en die komt straks daar weer terug. Dus een grote wisseltruc, zegt hij zelf. Nou, ik ben bijna zover in de moestuin om... Alle spullen weer deze kant mee te nemen, zoals de paaltjes en al die andere dingen, zodat ze hier in dit hok weer kunnen worden opgeslagen voor volgend jaar. Patrick, die is bezig met de regenton en ik heb net even de boel weer even gestofzuigd. Nu is het tijd om de plaatpizza die we nog over hebben van gisteren in de oven te stoppen als die warm is. In de tussentijd kan ik nu even de afwas opruimen. En dan kunnen we daarna eerst een hapje eten, want het is inmiddels alweer 1:30. Dus de tijd vliegt weer voorbij.
Terwijl ik lag te rusten, is deze meneer heel hard verder gegaan met klussen in de schuur. De tweede regenton is bruin. Hij moet nog een laagje krijgen, ook aan de onderkant nog, want hier zie je nog het blauwe. Op een afstandje zie je dat het een blauw is, dus hij moet nog een keer een tweede laag, maar hij moet eerst goed drogen. Het is 2-in-1 dit keer, er zit al primer er doorheen, dus zeg maar door de verf heen. Hé, hey, bakkes, ja. Net iets andere verf dan we die hebben gebruikt bij die andere ton. Ja, ja. Wat vind je ervan? Wordt mooi? Ja, hè? Zo is alles mooi. Allemaal mooie regentonnen straks. Heb je weer goed gedaan, meneertje Koekenpeertje? Ik zit weer op kantoor. Oftewel, ik ga weer wat werk achter de schermen doen. Zoals de mail bijwerken en dat soort dingen. Dat moet ook gewoon weer gedaan worden. Want dat is ook de afgelopen dagen dat we in Nederland waren geweest ook niet gebeurd. Op zich valt het gelukkig dit keer mee met de mails. Ik heb wel in de ongewenste zie ik heel veel staan. In een of andere manier snap ik niet waarom er heel veel mails in de ongewenste dingen komen. Dus excuus als ze ook in het ongewenst. Als je bij ongewenst bent binnengekomen, dat we iets langer erover gedaan hebben om te reageren. Ik zie nou ineens dat het erg vol staat. Maar oké. Okay. Patrick is met de regenton bezig geweest. Die heeft de tweede regenton nu af. Dus hij heeft er nog twee te gaan om die bruin te maken. Dan is dat klaar voor de winterperiode en zijn de regentonnen ook af. Ik ben voor het huis in de aardbeienbak / bloemenbak bezig geweest om de onkruiden weg te halen en de uitlopers van de aardbeien eraf te halen. Zodat als ik van de week het gras heb gemaaid, ook daar gras op bed kan worden gelegd. Moet ik alleen nog één lange bak voor aan het hek, moet ik nog even het onkruid weghalen. En dan is alles eigenlijk klaar voor het gras maaien. En dat zal ergens van de week gebeuren, want momenteel, nu, dat moment dat ik nu dit tegen jullie vertel, of tegen jou vertel, is het buiten aan het regenen. Er was regen voorspeld vandaag, eind de dag en begin de nacht. En dat is ook daadwerkelijk aan het gebeuren. Dus, maar dat is goed, weer even lekker flink, nou hoeft niet flink, maar even weer een druppel water doet goed voor de natuur, zullen we maar zeggen. Dus ik ga even wat werk achter de schermen doen. Ik blijf het een beetje raar vinden natuurlijk dat het nu werk is. Het voelt nog steeds als een hobby en het is gewoon nog steeds heel erg leuk om jullie elke dag, of in ieder geval 5 werkdagen in de week, mee te kunnen nemen in ons leven. Wat we hier aan het leven zijn. En ik zit alweer vol met ideeën die ik in Nederland op heb gedaan om voor jullie te filmen. Ook voor alle nieuwe abonnees. Zo van ja, wat we hier doen en wat eigenlijk de toekomstplannen zijn. Is misschien ook wel een keer leuk om daar goed een beeld van te brengen voor jullie.
Maar zo zijn er tal van ideeën die ik gewoon naast de normale dagelijkse vlogs ook in mijn hoofd heb zitten. Wat ik misschien leuk vind om te delen met jullie. Want we delen natuurlijk niet alles. We delen gewoon een stukje van de dag met jullie. Niet alle ins en outs. Want we hebben ook nog een privéleven uiteraard. En dat is het mooiste hiervan. We bepalen zelf wat we filmen en wat we online zetten. Nou, genoeg gekletst. Ik ga heel even alle mails bekijken en alle andere dingen die ik hier moest gaan doen. En dan is het alweer avond. Het is immers bijna avond. Het is 5:10. En ja. Maar ik zie nou alweer, ik moet dit niet doen. Ik vind het nou alweer veel te leuk om dit allemaal te lezen. Ik krijg af en toe zulke leuke mails. Niet alleen mails met vragen, maar ook gewoon mails met mensen die ons dan weer willen bedanken. Die dan één keer in zoveel tijd een lange mail sturen met alle ins en outs wat ze van ons vinden. En hoe ze aan het genieten zijn van ons. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om te lezen. Ja, ik ga dit gauw doen. En dan zien jullie ons zometeen weer in het volgende stukje. In 3 vlogs geleden konden jullie zien dat wij een muis in huis hadden gehad in de tijd dat wij in Nederland waren. In de keuken. En we hadden alleen maar een spoor hier zo bij de koffie en zo. En voor de rest konden we nergens iets vinden van een muis. Alleen daar. Dus ik zei altijd de buurvrouw, geen probleem dat je het niet hebt gezien. Ik stofzuig het even op en ik zet een muizenval neer. Gisteren hoorden we wel wat, maar niet gevangen. En nu? Dan zitten we net te eten, boterham te eten in de woonkamer. En pam, we hoorden de muizenval afgaan. En de muis is gevangen. Voor de mensen die er niet fijn vinden om te zien. Wacht even, doe even een paar tellen wegscrollen en dan zie je hem niet. Maar we hebben hem dus gevangen. Dus we laten hem nog eventjes uitrusten. En dan kan hij straks weg. En dan kunnen we de muizenklem nog even weer opnieuw spannen. En dan kunnen we hem nog even een keer neerzetten. Want je weet het maar nooit. Ze zijn vaak niet alleen. Ze komen vaak met meerdere. Dus het zou mooi zijn als we de andere ook kunnen vangen. Maar voor nu gaan we ons omkleden en gaan we de jacuzzi in. We gaan eens even lekker bubbelen. Dat is lang geleden. Dat is lekker om even de avond mee af te sluiten. Nou, de avond mee af te sluiten. Het is pas 7:15. Maar dat is wel lekker. Hebben we wel gemist. Dat schatje, de jacuzzi. Zal maar even merken. Oh, gaan we zo meteen merken. Nou, ik denk wel dat we hem hebben gemist. Maar in ieder geval, de muis, die is gevangen. Ook al regent het nu buiten, we hebben de lampjes aan. De jacuzzi gaan we open doen en dan gaan we toch lekker bubbelen. Maar oh, het is wel even frisjes nu. In de badjas naar buiten. En dat was de vlog weer van vandaag. Dus doe allemaal de duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En laat een leuke reactie erachter. En dan zien we elkaar morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen. Houdoe.